Goedemorgen. We zijn hier vandaag aanwezig bij de stal van Harry van Middelaar, familie van Middelaar. Op achtergrond ziet u prachtige koeien. We hebben ook prachtig weer, het is lekker warm. Dus niet echt Nederlands weer, maar goed, we doen het ermee. Het is nog prachtig keuringsweer, het is niet te warm. Dus welkom. Now for the people who don't speak Dutch. Everybody a warm welcome from the stables from Harry van Middelaar. We have beautiful weather and sun shining and we see the Dutch cows. So, warm welcome and enjoy the curing.
Dan hierbij het resultaat van nummer 1. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft ietsje zware kaken. De hals is voldoende van lengte. Ook de schouderligging is ietsje steil. Het paard heeft een sterke bovenlijn. Ook een kruisligging die gewenst is. Het paard heeft ook een lang voorbeen. Het paard zou wat meer kwaliteit in zijn benen mogen hebben. Vooral het rechter kniegewricht. Ook dat zien we terug in de stap. Het paard mist de regelmaat en takt in de stap. In draf zie je het ook wat terug. Hij heeft moeite om makkelijk door de bochten te draven. Zou daar ook iets meer zweefmoment kunnen hebben. Het paard wordt vanwege zijn beenwerk en ook vanwege de stap vandaag niet opgenomen in het stamboek. The results of number 1. The head could a little bit nobler. The neck is long enough. The shoulder is a little bit steep. The back is strong. Also the walk could a little more regularity. And also in trot, he needs more regularity because the quality of the legs and the quality of the walk, he can't take her in the stud book today.
Uitslag van nummer 2. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft wat een lang hoofd. Heeft een verticale hals die ook lang is. Een goede schouderligging. De bovenlijn is sterk, misschien ietsje strak. Het kruis is voldoende van lengte, maar wel erg hellend. En dan heb ik het voorbeen. Het voorbeen is wat hol. Zou wat rechter gesteld mogen zijn. Is ook licht Frans. Het achterbeen is ook iets sabelbenig. Hij zou iets meer kwaliteit in zijn benen kunnen hebben. De stap was ruim. Zou iets meer buiging in zijn sprongen kunnen hebben. En ook weer iets meer activiteit. In draf was hij voldoende opwaarts, maar dan missen we toch het dragende achterbeen. Het paard heeft voldoende kwaliteit in ras en bouw. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. So the results from number 2. The head is a little bit nobler, is a little bit long. The neck is vertical and long. Good upper line. The croup is a little bit sloping. The quality of the legs could a little bit better. The walk was roomy enough. Could a little bit more active. Also in trot, he could a little bit more uphill, and the hind legs is a little bit more under the body. So overall, because the good racial type and the good conformation, he comes in the stud book with a 3rd premie.
uitslag van nummer 3. Een paard wat een voldoende edel in zijn hoofd is, heeft wel een wat een klein oogje. Is voldoende halslengte. Paard zou iets meer rek in zijn lijf kunnen hebben. Heeft voldoende goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard zou iets meer lengte ook in zijn benen kunnen hebben. Heeft wel voldoende kwaliteit in zijn benen. De stap was heel ruim en ook goed door het lichaam. Ook goed gebruik van zijn benen. De draf, ondanks dat het paard iets neerwaarts gebouwd is, kwam het schoft omhoog. Had een goed voorbeen en het achterbeen vouwde goed onder het lichaam. Dit paard wordt door zijn goede bewegingen vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Number 3, the head could a little bit nobler, the eye is small, a long vertical neck, the upper line is strong, the croup is long enough, the quality of the legs was good, the walk was roomy and good through the body and good using of the legs. In trot on was he uphill, a good hind leg, so we take it in the stud book with a second premie. Star with the second premie.
Uitslag van nummer 4, een paard met veel ras. Heeft een edel hoofd, zou misschien ietsje meer neklengte kunnen hebben. Heeft een voldoende lange hals die ook verticaal gesteld is. De schouder is vergoed van ligging. De bovenlijn zouden we de rug toch ook ietsje sterker willen zien. Ook aansluiting kruislinnen zou misschien ietsje sterker kunnen. Het kruis is voldoende van lengte, een beetje hellend. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte en ook voldoende kwaliteit in zijn benen. Het paard is ietsje toontredend. In stap misten we toch de ruimte en ook de souplesse, ook het lichaamsgebruik. In draf maakt het paard zich wel mooi, heeft een goed voorbeengebruik, draaft ook opwaarts. Alleen het achterbeen zou meer kracht en ook meer onder het lichaam geplaatst moeten worden. Maar vanwege de stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek en geen premie. Nummer 4, een horse with a lot of racial type, een nice looking head. De nek is vertical and long enough, and the upper line could a little bit stronger. The croup is a little bit sloping. Long enough. The quality of the legs was good. The walk was short and missing some using of the body. In trot, he was uphill, but the hind legs needs more under the body. So we take it in the stud book today.
uitslag van nummer 5. Een paard wat ietsje lang in zijn hoofd is, zou ik iets meer uitdrukking in zijn hoofd kunnen hebben. Heeft een verticale hals die ook voldoende verlengd is. Heeft een goed schuin schouder. De bovenlijn is voldoende sterk, is ietsje strak op zijn linnen misschien. Het kruis is voldoende verlengde, of heeft een lang kruis, wat ietsje hellend is. Kwaliteit beenwerk is wat sabelbenig, heeft verder voldoende droge benen. De stap, dat was een paard wat heel goed stapte, veel ruimte maakte en ook goed zijn sprongen gebruikte en ook ruim stapte. In draf was dit paard ietsje op de voorhand, zou ook iets meer zijn voorbeen kunnen uitleggen. Hij had wel een goed gebruik van het achterbeen, wat ook veel buiging vertoonde. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 5, could a little bit nobler in the head, een long vertical neck, good upper line, a little bit straight in the loins. The croup is long, a little bit sloping. The quality of the legs was a little bit sickle-hocked. The walk was very roomy and powerful and good through the body. And trot, she could a little bit more uphill and more roomy in the front legs, but the hind legs was good under the body. So we take her in the studbook, star with the second premie.
Dan nu de uitslag van nummer 6. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd heeft. Heeft een lange, iets horizontale hals. Zou ook in de rug iets sterker mogen zijn. Heeft een voldoende lengte in zijn kruis. Een beetje een recht kruis. Goede ligging dus. Een paard wat ook iets meer voorbeenlengte zou kunnen hebben. Voldoende van standen. Het achterbeen, vooral linksachter, zouden we graag wat meer kwaliteit willen zien. De stap was voldoende van lengte en ook zou hij daar iets meer spronggebruik kunnen hebben. In draf was hij voldoende van over zijn benen, hij had voldoende ruimte over zijn benen en ook een goed spronggebruik. Maar van vandaag, vanwege zijn kwaliteit van het linkerachterbeen, wordt het paard vandaag niet opgenomen. Number 6, the head is noble, the neck is long but horizontal, and the back got a little bit stronger, and the croup was long and a little bit straight. The quality of the legs got better, left hind leg is a little bit floating. The walk was roomy enough, but could a little bit more using of the hind legs. The trot was good, was a little bit downhill, but could roomy in the legs, but the quality of the legs, we could take it in the stud book. Thank you.
Nummer 7. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat een lang recht neusbeen. Het paard heeft een verticale hals die misschien ietsje dieper uit zijn borst komt. Zou ook ietsje sterker in de bovenlijn kunnen zijn. Heeft een voldoende lang kruis. Het voorbeen is voldoende van lengte. Ook de kwaliteit van het beenwerken was voldoende. Heeft een paard wat goed stapt, wat actief stapt. Maar in draf is hij goed opwaarts. Heeft hij ook een goed achterbeen wat goed onder het lichaam wordt geplaatst. Ook veel ruimte maakt. De paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 7. Horse good, a little bit nobler in the head. And good vertical long neck. It's a little bit deep out of the chest. The upper line is a little bit weak. Long croup. The quality of the legs was good. The walk was roomy and also powerful in trot. He was uphill and a good using of the hind leg. So overall, we take it in the stud book, star with the second premium. Thank you.
nummer 8. Een paard wat ietsje recht in zijn neusbeen is, heeft voldoende edelhoofd, heeft een ietsje zware hals die wat diep uit de borst komt, wel voldoende lengte. In de bovenlijn zou het paard misschien ook iets sterker kunnen zijn. Hij heeft een voldoende lang kruis, wat ook wat goed van ligging is. Voorbeenlengte zou je ook, paard ook niet, iets meer voorbeenlengte zou het paard ook niet misstaan. Kwaliteit van de benen was goed, is iets sabelbenig, hij is voldoende droog en hard in zijn benen. De stap was ruim en ook actief, goed door het lichaam gestapt. In draf, dan zou hem toch wat meer opwaarts willen zien draven en ook het achterbeen ietsje meer buiging en ook iets meer onder het lichaam willen zien. Het totaalbeeld van dit paard, wordt opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie vanwege een hele goede stap. Nummer 8. The head is the nose is a little bit straight, noble enough, and the neck is a little bit heavy, a little bit deep out of the chest. The back is a little bit weak. The croup is long enough. The quality of the legs was good. The walk was roomy and powerful. Also good using of the body. And trot. She needs more uphill and more the hind legs under the body. But overall, we take it in the stud book with the third premie.
Uitslag van nummer 9. Een paard met een voldoende edel hoofd. Heeft veel halslengte die ook verticaal op het lichaam staat. Paard heeft een beetje een stijl schouder. Is voldoende aangesloten in de bovenlijn. Kruis is erg hellend en zou meer lengte kunnen hebben. Paard heeft een goede kwaliteit van het voorbeen. De stand van het voorbeen is goed. Paard is sabelbenig in het achterbeen en zou daarin ook meer kwaliteit kunnen hebben. Is ook wat week gekoot van achteren. De stap is voldoende ruim, maar mist daarin activiteit en zou ook meer door het lichaam moeten stappen. Ook zo in draf zou het paard wat opwaarts mogen draven en ook meer gebruik van de sprongen kunnen hebben en ook meer zweefmoment kunnen hebben. Het paard krijgt vandaag geen premie. Nummer 9, de head is noble enough. De nek is long en vertical. De upper line is strong enough, but the croup is very sloping and missing some length. The quality of the legs could a little bit more hardness in the hind legs. The walk could a little bit more roomy and more using of the body. Also in trot, she needs more uphill and more using of the hind legs. So no preemie today.
nummer 10. Een paard met veel rastypen, heeft een edel hoofd, heeft een verticale lange hals waar ook een schouderligging is die schuin is. In de bovenlijn zou hij beter aangesloten kunnen zijn. Het rugje is wat week, ook de kruislendenaansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Ook zou er wat meer voorbeenlengte dit paard niet meer staan. Het is ook wat neerwaarts gebouwd. Het achterbeen is behoorlijk sabelbenig en zou ook iets droger kunnen zijn. De stap zou wat ruimer moeten zijn en ook wat meer activiteit kunnen hebben. In draf is het paard, blijft hij wat neerwaarts draven. Hij drukt zijn hals naar boven en zijn rug wat weg, zodat het achterbeen ook meer onder het lichaam zou moeten kunnen gaan. Dit paard krijgt vandaag ook geen premie. Nummer 10 is een horse with a noble head, een long vertical neck, good shoulder. The back is a little bit weak and also the croup is sloping and a little bit short. The quality of the legs is sickle hocked and could a little bit more hardness. The walk was short and could a little bit more through the body. In trot, she is downhill and needs more using of the hind legs and more under the body. So no preemie today.
Nummer 11. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ietsje zware kaken en de hals is wat zwaar en komt wat diep uit de borst. Zou ook wat meer lengte kunnen hebben. Paard heeft een voldoende sterke bovenlijn. Is misschien ietsje strak op zijn lendenen. Paard heeft een heel lang kruis. Een voorbeen zou ook ietsje meer lengte mogen hebben. Paard is licht sabelbenig. Zou ook ietsje droger in zijn sprongen kunnen zijn. De stap was ruim, actief en ook goed door het lichaam gestapt. Met veel souplesse. De draf daarentegen zou wat meer kunnen reizen in de voorhand. Heeft ook wat weinig ruggebruik. Zou daar ook meer souplesse in zijn rug kunnen hebben. En het achterbeen kwam niet tot dragen en zou ook meer onder het lichaam moeten geplaatst worden. Vanwege een goede stap krijgt het paard vandaag een derde premie. Voor ster zou je iets meer met souplesse moeten draven en ook een beter achterbeen gebruikt moeten hebben. Nummer 11, een horse with a noble head. De nek is a little bit heavy en komt a little bit deep out of the chest. The back is strong and the loins are a little bit straight. The croup is very long and well shaped. The quality of the legs was a little bit sickle hocked, could a little bit more hardness in the legs. The walk was roomy and also good through the body and also enough suppleness. The trot, she needs more uphill and also more suspension and the hind legs more under the body and more suppleness in the trot. So she becomes a third premie today.
uitslag van nummer 12. Een paard met veel resttype, heeft een edel hoofd, heeft voldoende behang, of veel behang. Hals die verticaal is, ook voldoende verlengte. In de bovenlijn zou je misschien ietsje sterker kunnen zijn. Heeft een voldoende lengte in het kruis, ietsje hellend. Ook het voorbeen misschien ietsje meer lengte kunnen hebben, maar dus mijn staartpaard niet. Paard is wel licht sabelbenig, zou ook misschien ietsje droger in zijn benen kunnen zijn. In stap is hij actief, maar zou hij iets meer lengte kunnen hebben. In draf is het paard opwaarts, vertrekt goed, brengt het schoft omhoog en zet het achterbeen er goed onder. Dit paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Nummer 12, een horse with a lot of racial type, nice looking head, and the neck is long, a little bit heavy, the back is a little bit weak, a long croup, the quality of the legs is a little bit sickle hocked and could a little bit more hardness in walk. She's active, but could a little bit more length in the pass. In trot, she was uphill, good using of the hind leg, and a lot of suspension. So all taken in the stud book, so she's already stud book. We make a star with a second premie.
Nummer 13, een paard met veel rastype, heeft een voldoende edelhoofd. De hals komt een beetje diep uit zijn borst. En zou ook in de rug ietsje sterker kunnen zijn. Ook kruislendenaansluiting mag een beetje sterker zijn. Het paard heeft voldoende kruislengte. Het voorbeen is ook voldoende van lengte. Het achterbeen zou iets kwalitatief iets droger mogen zijn. De stap was voldoende ruim en ook voldoende aangesloten. In draf zien we hem dan toch liever wat opwaarts draven. En ook het achterbeen wat meer souplesse in en iets meer buiging en meer onder het lichaam. Vanwege kwaliteit beenwerk en ook de draf die we wat hoger zouden willen zien, wordt het paard vandaag geen ster. Nummer 13, a horse with a lot of racial type and noble head. The neck is a little bit heavy and come also a little bit deep out of his chest. The back could a little bit stronger. The croup is long enough, a little bit sloping. The quality of the legs could a little bit more hardness. The walk was roomy and good through the body. In trot, he needs more uphill and also the hind legs more under the body and a little bit more stubbornness. Today, no star.
Nummer 14. Een paard met een... zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft wat een klein oog en ook iets recht neusbeen. Heeft een iets zware kaken. Paard heeft wel een verticale lange hals. Een schouder wat schuin is. De rug en lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruisje iets meer lengte. Het paard heeft voldoende kwaliteit in zijn benen. Is voldoende hard en droog. Iets sabelbenig. In stap is hij voldoende ruim. Heeft hij ook voldoende activiteit. In draf is hij goed opwaarts. Heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Maar de bewegingsafloop van het rechte voorbeen staat een hoog cijfer voor draf in de weg. Maar al met al vonden wij dit toch wel een sterhengst. Nummer 14. Dat is een horse with a lot of racial type. The head could a little bit nobler. The neck is a little bit heavy. The back is a little bit weak. Also the loins croup connection could a little bit stronger. The quality of the legs is a little bit single hocked. The walk was roomy and powerful and good through the body. Also in trot he was uphill and a good using of the hind leg. But the right front leg could a little bit better. So overall we found it a star stallion. Zo, so dit was het laatste paard hier op deze locatiekeuring. Het was een goede keuring, we hadden goede kwaliteit paarden en ook een vlotte keuring. De Harry van Middelaar en zijn team heel hartelijk bedankt voor de vlotte aanvoer van de paarden, zodat we ook vlot konden doorkeuren. Mijn collega's Wil Thijssen en Annemiek Elsega ook bedankt voor de fijne jurering. Nou, we zien jullie terug bij familie Mellema. Straks om rond 2 uur zullen we daar weer verder gaan met keuren. Tot zo. So that was the last horse here on this location. We see you back on 2 o'clock, I believe, around 2 o'clock, by the family Mellema.